John, we gaan in week 8 de krachtoefeningen van week 7 nog een keertje herhalen. Dus die filmpjes die kun je gewoon terugkijken. Zet dat eventjes door om je lichaam, dat zijn zware oefeningen, om je lichaam nog wat meer tijd te geven om daar zich op in te stellen, om daaraan te wennen. We hebben wel een nieuwe stretching oefening en die is voor je schouders. En die gaat als volgt. Je trekt zo je schouder voor je borst langs. Let op dat je niet dit gaat doen, maar je schouder mooi laag houden en dan je arm voorlangs trekken. Dat doe je aan beide kanten. Nou, die oefening die is voor golven zinnig, omdat je zowel in je backswing, kijk maar, want dan komt deze op rek, als in je follow-through die achterkanten van je schouders op rek moet zien te krijgen. Dus hoe vrijer dat is, hoe makkelijker je, hoe soepeler je bovenlichaam kunt draaien. Laten we eens kijken hoe lenig dat bij jou is, John. Oké, dat doe je goed. Hou die schouder mooi laag. Voel je stretch ontstaan hier op de achterkant? Nou, net als met elke stretching oefening, weer zo 10, 15 seconden vasthouden. En dat mag je dan 2 keer doen. Kijk eens of je andere arm net zo makkelijk gaat. Oké, schouder weer mooi laag houden. Goed zo. Voel je nu ook hier stretch? Nu voel je het meer? Ja, ik voel het meer. Oké. Dat is vaak, hè? We hebben vaak één wat stijvere kant dan de andere. Oké, schud maar eventjes je armen los. Dit is de stretching oefening voor deze week, John. Uitstekend. Goed zo.